vooruit. Speeltijd is voorbij. Wie heeft er corona? YouTubers. Die hebben al geen kanker. Hadden ze beter moeten weten? Allicht wel. Ik heb heel veel nagedacht. Maar toch niet echt geweldig. Nee. Sophie Willemijns leidt nu een regering met maar 3 partijen. Dit is geen grap. Het is niet anders. Je mag beelden van jezelf maken. Inclusief die obscene. Wat dit betreft bijzonder ontstemd. Dank u. Ik hou van jullie. Minderjarigen allemaal. Dit is echt onnozel. Misschien proberen we het later opnieuw. We zien wel. Welkom bij de preek. Mijn naam is Kaar en dit wordt het beste schooljaar ooit. Welkom, waarde kinderen van het internet, bij deze gloednieuwe aflevering van De Preek. Het brandend weeshuis waar je niet van kunt wegkijken. Onze zomer was een heus avontuur. Aanvankelijk gingen we met een bubbel van 15 naar Barcelona gaan. De Spaanse grenzen zijn nog maar een dikke week open en er duikt al een probleem op. Maar er zit corona in Catalonië. We hadden beter moeten luisteren naar Dree Vermeulen, want hij kent de Spanjolen beter dan wie ook. Dat zijn mensen die je dikwijls in onhygiënische omstandigheden ook wonen met veel te veel mensen in kleine ruimtes. Het was ons direct duidelijk. We staan dus aan het begin van een tweede coronagolf. Maar toch gingen we feesten met de koning in Frankrijk. Niemand droeg een mondmasker en Connor kwam veel te dichtbij. Gelukkig kwam de VRT met een ander idee. Vakantie in eigen land. De kust. Dus we sprongen op de trein naar Oostende, waar we verwelkomd werden door deze beelden. Massa wachtende groeide zienderoog aan. Eens op het strand was de regelgeving over mondmaskers niet vrij duidelijk. No, you're on the beach, you're not in the sea, you have to wear it. Dus we zochten dan maar een parasol om onder te zitten. Mijn date is vervolgens afgetrapt. Het is niet meer plezant. En ik ben naar huis gegaan en ik heb YouTube opgezet. Op YouTube is een strijd losgebarsten tussen 2 populaire internetsterren. Ik ben oké, maar Anserik ligt al 3 weken in coma. Helaas gaat het hier niet over ons, maar wel om deze 2 kampen. Aan de ene kant links Acid en rechts Céline Dept en Michiel Kalleboud. Acid is een Vlaamse YouTuber die klinkt als een West-Vlaming die een Hollandse Marokkaan imiteert. Maar een beetje satirische humor on the side. En dat mag blijkbaar niet meer. En Céline Dept is die TikTok-trut die reclame maakt gericht naar kinderen. Weet het nog? Wanneer je bijna 3 miljoen vaste fans hebt, dan krijg je aanbiedingen van bedrijven om gesponsord te worden. Een kledingmerk die iets opstuurt, een trui of zo, en ik moet daarmee een TikTok maken. Jij moet helemaal niets. Ik was nog zo jong. Wat is er nu gebeurd? Heel snel, want ik heb ook nog echt nieuws. Céline en haar lelijk vriendje hebben een liedje gemaakt. En spreken een taal die iedereen verstaat. En dat liedje was niet goed. Dus Acid maakte hieromtrent een kritische video waar hij perfect mag doen. Oh, rapapapapam, dat is gelijk dat mijn fucking machine gun gaan maken als kan je papap. En de kritiek kwam hard aan. Allemaal netjes geënsceneerd en gemonteerd. Wie hier meer over wil weten, raad ik de preek van Jetter aan. Vuile kankerhoer, ik hoop dat je kanker krijgt. Verwijder nu je YouTube-channel of ik kom met bazooka je huis opblazen. Nee, neemt het toch niet serieus? Maar de VRT nam het wel serieus. Een strijd met haatberichten en doodsbedreigingen. Voor alle duidelijkheid, dit is een strijd die gevoerd wordt door 12-jarigen gewapend met een RGB-toetsenbord. Dus wie beter om hierover te praten dan een verwarde boomer? Dat cyberpesten, die beschuldigingen... En een bevooroordeelde Gen X'er. Racisme, discriminatie... Nu ben ik niet mee, Tim. Dit is toch niet echt een probleem? Dit is een virtuele ruzie. Speelt zich allemaal online af. Het is niet echt. Ja. Dus hier wordt niemand getroffen. Niets is minder waar. Je ziet de dag van vandaag. Hier worden tientallen mensen in getroffen. Pertang, het woord bazooka heeft nog nooit een huis opgeblazen. Dit verhaal is geen nieuws. Maar de VRT vond het belangrijk. Belangrijker dan dit nieuws van dezelfde dag. Afrika is officieel poliovrij verklaard. Ons kent ons krijgt altijd voorrang. En Céline en Michiel werken voor Catnet. Is dit een... bloem? Dat is een bloem. Maar Acid heeft zijn succes aan zichzelf te danken. Hij kan dus niet genieten van dit blatant nepotisme, want de VRT heeft geen controle over hem. Zijn
En ik ben heel blij te zien dat de indoctrinatie niet gewerkt heeft. Dit ons kent ons gedoe heeft wel een houdbaarheidsdatum voor sommige mensen. Zoals televisiemaker Bart de Pauw. Voor zij die het niet mee weten, zo'n 3 jaar geleden kwam deze schalkse ruiter met een belangrijke mededeling. Beste mensen, ik heb een heel belangrijke mededeling te doen. Bleek dat deze man van Melle tientallen vrouwen belaagd had. Met een onophoudelijke stroom aan seksueel getinte sms'en. Het was niet voor hem, het was voor de eenzaamheid. De VRT heeft hem vervolgens op staande voet ontslagen en dat bracht deze man op de rand van een zenuwinzinking. Mijn proces is gemaakt. Hè. Ook al heeft de VRT 3 jaar geleden het oordeel geveld, moet het proces nu pas beginnen. Al had hij dit zelf kunnen voorkomen. De slachtoffers doen een voorstel om het proces af te wenden, maar vragen in ruil wel onder meer publieke excuses. Bart de Pauw wil er niet van weten. En dit doet mij vermoeden dat Bart de Pauw recht in zijn schoenen staat. Maar ik ben een flauwe YouTuber en geen televisiemaker. Daarom vroegen we het aan kapitein Zeppels hemzelf. De zaak Bart de Pauw. Adabarste los in 2017 in volledige MeToo-hysterie. En vrouwen van de VRT zochten een mannelijk slachtoffer. Maar het probleem was, de meeste mannen op de VRT zijn Jeannette. Dus ze moesten een echte man vinden en ze hebben Bart de Pauw gevonden. Een pauw die pronkt met zijn staart. Bart de Pauw die deed hetzelfde, alhoewel hij zijn staart nooit heeft laten zien, maar hij stuurde schunnige sms'en. Schunnigheid is misschien een zonde, maar geen misdrijf. Maar niettemin wilden ze Bart de Pauw pakken. Wel, ze hebben zich mispakt. Het komt als een boemerang in hun gezicht terug. Als er een rechtsstaat bestaat, zal en moet Bart de Pauw vrijgesproken worden en de vrouwen, die anonieme vrouwen, die hem aangeklaagd hebben, die zullen hun kop moeten laten zien en die zullen moeten vervolgd worden voor roekeloos en tergend geding. Ik dank u. Ik dank u, kapitein, maar in het geval dat hij voor ene keer geen gelijk zou hebben... Welke straf hangt er Bart de Pauw boven het hoofd? Dan zal Bart de Pauw moeten zitten en dokken. Bart de Pauw riskeert een maximumstraf, Martin, van 2 jaar effectief en een maximum geldboete van €2.400. Dat is €240 per vrouw, eigenlijk een koopje. Het volgende nieuws is goed nieuws, kinderen, want we hebben binnenkort een nieuwe regering van... Franstalige en Vlaamse socialisten, liberalen en groenen, aangevuld met CD&V. Ook al hamert de CD&V wel op één punt. Dat abortus niet mogelijk wordt tot 18 weken. Ik had een hele preek geschreven over abortus en waarom het in sommige gevallen zou moeten toegelaten worden tot lang na de geboorte. Maar toen heeft een van mijn goede redenen mij dit gelapt. Reformateur Egbert Lagaard, die met 7 partijen een federale regering probeert te vormen, heeft een positieve coronatest afgelegd. Dus de regeringsvorming wordt minstens 2 weken uitgesteld. En ik hoor nu denken dat al die pasjakkers maar corona krijgen. Wel, zeg nieuws, ze zijn getest. Ze testen allemaal negatief. Al die politiekers gaan nu wel 2 weken in quarantaine, buiten Boucher. Maar onbestuurbaar wordt het hier toch niet. Integendeel, het dictatoriaat wordt versterkt. De huidige federale regering van premier Wilmes zal 2 weken langer dan afgesproken aanblijven. En binnen 2 weken vraagt ze om een maand. Maar hoe het ook zal lopen, de nieuwe regering zal zonder SPA zijn. Want ze veranderen van naam. Deze aankondiging kwam van het sterke in de vooruit. Volgende stap, dat is de nieuwe naam. Is dat de volgende stap in een land dat haast kreupel is? Toch geinig hoe de prioriteiten van die politici liggen. En de gebakken lucht die ze daarbij verkopen. Vooruit moet een beweging worden die alle progressieve Vlamingen wil samenbrengen om aan een nieuwe vorm van politiek te doen. Maar deze partij is niet bedoeld voor moslims, joden en alle mensen zonder vooruit. Mopjes terzijde, de Vooruit in Gent is niet content met de naamswijziging. In Tiene heet SPA al Vooruit. En Leuven Vooruit is Vlaams belang. Ah, los hiervan is Vooruit een steengoeie naam, Connor. Ook al impliceert het dat alle andere partijen achteruit gaan. Kunnen de naam niet veranderen naar de goeie? Dan komen we nu bij het nieuws dat het land in rep en roer bracht. Stan van Samang dient een klacht in tegen onbekenden, omdat er naaktbeelden van hem circuleren op sociale media. En dit is nog niet eens de helft van het nieuws. Na Peter van de Veire van MNN heeft nu ook Sean Dont van Q Music gevraagd om geen naaktbeelden meer door te sturen. Ik hoef hier eigenlijk niet over te vertellen. Meer dan een week
geleden verschenen er weinig katholieke foto's van dit drietal op Reddit. Waarom we niet eerder over dit nieuws te horen kregen, spreekt voor zich. Wij hebben daar geen zaken mee. Bemoeit u met uw eigen zaken, zegt Tim. En dat zou ook zijn eerste keer zijn. De media heeft hier niet over gerapporteerd, omdat ze hun vriendjes wouden beschermen. En om fake news over mogelijke straffen te verspreiden. Wie de beelden van Stan van Samang nog deelt of doorstuurt, riskeert een dwangsom te moeten betalen van 10.000 euro. Celstraffen tot 5 jaar en geldboetes tot 180.000 euro. Tja, Bart de Pauw komt er goedkoper vanaf. Het gaf hen ook de tijd om een reactie te bedenken. Alhoewel, ze hadden beter nog een weekje gewacht. Lieve luisteraar, als je vandaag beelden met je WhatsApp hebt doorgestuurd naar je vrienden in de groep, omdat dat toch zo ongelooflijk komisch is, kan de rechter je tot 5 jaar gevangenis veroordelen. Lieve luisteraar, je vliegt in de bak. Je gaat tussen moordenaars en verkrachtigd zitten door deze pervert. Jij vindt mij een crimineel? Je vindt me een viezerik, je vindt me een pervert. Over crimineel heb ik niets gezegd, maar ga vooral door. Ga vandaag eens voor de spiegel staan en kijk. Lang. Mijn haar ligt goed. Wat is uw punt, feitelijk? Want jij wou toch die beelden zien? Dat is ook een beetje pervers. Ik zou die beelden liever ontzien. Iemand had mij liggen en had gezegd dat het een kattenvideo was. Je wou ze toch doorsturen naar iedereen die je kent? Had het een kattenvideo geweest, wel ja. En wel, dat was pas echt crimineel. Wat is uw probleem met kattenvideo's? Voel je die schaamte? Ik ga mij niet generen om uw bleekgod. Van de Veire had dit beter kunnen aanpakken. Hij had moeten zeggen, hopelijk hebben jullie genoten. Lieve luisteraars, hier is een link naar mijn OnlyFans. Maar nee, in plaats daarvan noemt hij ons perverse criminelen. Alhoewel ik vrij zeker ben dat hij echtbreuk gepleegd heeft. Maar ik weet niet of dat een misdrijf is. In de ogen van God wel, hè. Laten we niet te preut zijn. Ik ben hier niet om andermans fetiche te beoordelen. Ik ben hier om met een beschuldigend vingerke te wijzen. Wel, we weten natuurlijk niet wie in eerste instantie die beelden in de openbaarheid heeft gebracht. Maar er zijn wel een aantal dingen op te merken. Voor eerst moet je weten dat de mannen in kwestie niet volledig naakt zijn. Ze hebben alle drie een kousen nog aan. Dat brengt ons op het spoor van een enflammeus met een kousenfetisch. En volgens het internet zou dat wel eens Evelien de Bakker kunnen zijn. Zij is discjockey bij M&M, een bijzonder getalenteerde zangeres en danseres. We hebben haar om een reactie gevraagd, maar ze is 2 weken met verlof. Over toeval gesproken. Een andere theorie is... dat die 3 bekende Vlamingen doelbewust in de val zijn gelokt. Zou hier dan gaan om 1 of meerdere katvissen? Catfishing. Maar wat is catfishing nu eigenlijk? Ik zou plots een meisje van 26 worden. En 26 was nu net de leeftijd die Evelien de Bakker had toen ze de naaktfoto's van Sean Dont kreeg. Er is nog een 3e theorie. Maar stel je nu eens voor dat iemand jouw telefoon vindt en jouw beeldmateriaal ziet. Een van de BV's is zijn gsm vergeten en je weet dat die people's niets anders te doen hebben dan elkaar dickpics te sturen. Nu denkt hij waarschijnlijk dit. Hebben ze het niet zelf gezocht? Ja, een simpele zoekopdracht had ons kunnen beschermen tegen de anus van Sean Dont. Ze hadden eventueel ook kunnen opletten tijdens hun eigen journaal. Sexting gebeurt, maar ligt nogal delicaat. En dus komt de app Condom, die sexting veiliger maakt, niks te vroeg. Ze hadden ook een gezond verstand kunnen gebruiken. Wie het dan toch doet, kan het dan het beste doen zonder dat hij of zij identificeerbaar is op die beelden. Of het gewoon niet doen. Oh, maak dan geen foto's van uzelf. Ik hoop dat dit voor iedereen duidelijk is. Zijn er nog vragen? Wie met vragen zit rond dit onderwerp, bij Teleonthaal kan je terecht. Hallo Teleonthaal, waar vind ik de naaktfoto's van Sean Dont? Doe er niet lacherig over. Wat hebben we vandaag geleerd? 1. ACID is niet de held die de VRT wil, maar wel de held die de VRT verdient. 2. SPA wordt vooruit, VLD wordt achteruit en CD&V blijft ter plaatse trippelen. 3. Ons kent ons en nu kent iedereen hun piemelkus. Hartelijk dank om alweer te kijken naar dit pervers crimineel showke. Ik zie u graag, maar ik doe mijn kousen uit en ik laat u nog met dit. Er was nog een BV betrokken bij deze lekken. Ruben. Ben je nog altijd aan het eten? Helpt dit jou met iets? Genoeg eten? Zet dat gewoon maar daar. We gaan iets actiever doen. Stop je eens met eten. Niet gezond, hè. Eet jij maar rustig verder.